Welkom terug bij Forza Horizon 5 The Eliminator. En is weer een tijdje geleden. We zitten in de nacht. En kunnen wij vandaag een winnetje pakken? We gaan het allemaal zien in deze video. Hé, dit is een volle lobby, man. Achter mij. 50 man, dat is behoorlijk. Ik zou willen zweren dat het pakketje er net niet lag. Want ik draaide om en ik zag niks. En misschien dat ik het niet zou omdat het donker is. Ik zie ook dat we ook snel moeten doorrijden. Want wij zitten buiten de zone. We starten wel gelijk met een level 4 autootje. Dat is altijd wenselijk. Nou, maar hopen dat we snel genoeg weg kunnen komen. En niet afgaan door die storm. Ik vind het een beetje raar dat er nog steeds 50 mensen zijn. Normaal gezien dan gaat het zo snel in het begin. Echt twee keer knipperen met je ogen en dan zijn 10 mensen af. Maar er gebeurt helemaal niks. Het is een beetje sassy. Oh, er is nou iemand verslagen. Maar er geeft nog steeds 50 aan. Dat is raar. Dat is gek. Oh. Wat hebben we hier? Ja, ik ga ervan uit dat die storm nog ver zat weg is. Dus we hoeven niet te haasten. Dus dit is een Audi Quattro. We rijden lekker rustig door. Er zijn een hoop mensen rechts van mij. Dus daar is het gezellig. Dus er blijft ook iemand achter mij. Die heb ik helemaal niet gezien. Ik had weer redelijk wat vragen gehad of ik weer een keertje deze mode wilde doen. En ik dacht, weet je wat, het is wel weer tijd. Ik heb het de hele tijd niet gespeeld. Want ik was echt compleet burned out op deze mode. Maar we kunnen misschien langzaam maar zeker weer een beetje meer gaan doen. Nee, weet je wat, als ze willen dat ik deze game meer speel, moeten ze meer drops geven. Want waar zijn mijn drops? En jullie moeten meer liken. Denk eraan. Maar waar zijn de drops? Het is een beetje rustig. Er zal waarschijnlijk wel iets liggen in het stadion. En als er niks ligt, dan zijn er sowieso mensen. Want het is hier best wel druk. En misschien dat we daar gewoon mee aan de slag moeten gaan. We gaan gewoon mensen uitdagen. Ik weet trouwens niet wat die cirkel nou is. Hoe groot is die cirkel? Ik denk dat we hier op zich wel goed rijden. Waarschijnlijk moeten we die kant op. Ik zie iemand stilstaan. Ik weet niet wat hij heeft. Ik ga hem uitdagen. Oh, hij rijdt weg. Hij zag me zo aankomen. Hey, you sneaky bastard. Waar rijdt hij? Ik zie hem niet eens. Oh, dat is een level 1 auto. Lol. Ik had niet verwacht dat er iemand in een level 1 zou zitten, nou. Ja, hij moet sowieso daar gelijk doorrijden naar links. Dus is prima. Come on. Toeterd. Ik heb getoeterd. Oké, ik zie niks. Help, ga weg. Ah. Dude, are you kidding me? Oké, bedankt, the game. Dat scherm blijft soms zo lang in beeld staan. Ik weiger te verliezen van een level 1. En nou zijn er nog maar 30 mensen over. Dat bedoel ik. Hoe gaat dat nou ineens zo snel? Dat is zo raar. Hier rechts hebben we trouwens een drop. Ik kan niet zien wat het is. Maar ik kan ook niet even gaan kijken. Want we zitten in een race. Ik zou het ergens wel leuk vinden als je gewoon mid-race dingen kon oppakken. Dat zou race echt heel erg kunnen veranderen. 700 meter. En dan zijn we level 5. Dan gaan we over op... Nee, dan zijn we nog steeds blauw, right? Ja, dan zijn we nog steeds blauw. 4 is volgens mij de eerste blauwe kleur. Volgens mij is 4 tot 6 is blauw. En dan 7 tot 9 is paars. En dan 10 is goud of geel. Oké. Ik rij gelijk hier naartoe. Ik ga de Bronco. Dat is wel een fijn bakkie. Oh, er zit iemand achter mij. Kan ik zien wat jij hebt? Jij hebt iets wat snel is, dat is duidelijk. Ik ben ook level 5. Oh ja, ik stond natuurlijk stil. Waar is hij? Waar is hij? Ik zie hem niet eens. Ik weet dat er is. Wat de hel? Ik wil hem uitdagen. Ik zag hem niet meer. Ik ben echt compleet omsingeld met mensen. En we moeten gaan uitdagen. Want met wat we nu hebben gaan we Tony redden. We moeten wat levels omhoog. Minimaal level 7 voor die eindrace. En waarschijnlijk is dat niet eens voldoende. Maar dan heb ik wel een beetje vertrouwen. Er waren hier twee mensen voor, maar die zijn beide ineens verdwenen. Ik weet niet hoe dat gebeurt, maar... Iedereen is trouwens verdwenen. Wat? Oh, daar zijn ze weer. Welcome back. Zal dit mijn geluksdag zijn? Is dit iets bijzonders? Het is level 3. Er rijdt iemand voor mij. Ik weet niet wat hij heeft. Wat een nice buggy. Waar gaan we heen? Oh, dat doet pijn. Dit doet heel veel pijn. Dat doet heel veel pijn. De level 9 Ford Fiesta, die had voor mij kunnen zijn. Nee.
my god. Misschien dat hij hem al gezien had. Geen idee. Was wel een beetje raar waar hij dat deed. Hij reed een rondje om die rotonde heen. Als je hem had gezien, dan had hij waarschijnlijk wel afgeremd. Ik weet niet of ik hem voor kan blijven. Hij heeft een hoger level. Ik zou willen zeggen dat die auto van hem ook sneller hoort te zijn, maar... Oh, oké. Okay, die stenen zijn niet handig. Nog 600 meter. Ik moet hier dwars doorheen. Anders rijd ik te ver om. Dat kunnen we niet hebben. Alsof een boompies. Ja, dit lijkt goed af te lopen. Ik moet nou eigenlijk gelijk terugrijden. Ik weet niet of we dat kunnen doen. Ik weet niet precies waar het was. En waarschijnlijk ben ik ook al te laat. Maar we moeten snel rijden. Ik pak de Audi RS7. Oh, er staat hier iemand stil op de weg. Oh no. Oh no, hij komt daar achter me aan. Wedden? Ik vertrouw die man niet. Hij heeft een enge stip. Maar ja, daar stond dus gewoon even een level 9 auto op mij te wachten. We hadden het letterlijk net nog over. Als ik mid-race die auto kon pakken, had ik het gedaan. Al kan dat je misschien een beetje naaien, want je staat best lang stil. En de kans is groot dat, dat de andere speler dan al lang weg is. Waar was dat? Ik rijd er eentje voorbij, maar dat is waarschijnlijk niet die level 9. Dat is die vol... Oh, die wordt nou gepakt! Dan ben ik benieuwd of dat hem was. Was dat hem? Waarschijnlijk was dat hem. Ja, dat is hij bij die rotonde. Ik geloof niet dat hem dit is. Dus hij heeft hem. Wauw. Dat had dat mijn auto kunnen zijn. Ik was weer te gierig. Ik dacht, weet je wat? We moeten mensen gaan uitdagen. En daar krijg je ervan. Er is iemand links, though. Ik zou hem kunnen uitdagen. Oh. Ik kom direct op mij afrijden. Mag ik zien wat hij heeft? Waar ben je? Ik kan niet zien wat hij heeft. Nee! Kom terug hier! Er is nog eentje achter mij. Kan ik zien wat dat is? Ik kan niet zien wat het is. Een Mercedes. Ik kom best uitdagen. Toeter! Toeter, toeter, toeter! Yes, oké, okay, level 6. Allebei dezelfde auto. Hoe ben jij sneller dan ik? What the hell? Hij haalt mij gewoon in terwijl hij achter mij rijdt. Dat is bizar. Ik liet mijn gas wel een klein beetje los trouwens. Dus fair enough, fair enough. Omdat ik hem wilde uitdagen. Allebei identieke auto's. En één rechte lijn. Oh, nee, nee, nee. Zo recht is de lijn niet. Hier bomen. Bomen en takken. Takken en bomen en bomen en takken. En na! Nou, je komt er niet langs. Woe! Hij is gecrashed. Oh, hartslag. Hartslag. Hij kwam er snel aan. Ik ging wat voorzichtiger, want je hebt er al zoveel bomen. Hij moest natuurlijk volle bak gaan, want all or nothing. Er zitten weer een andere Bronco. Nog 5 mensen over. En we zitten inderdaad in een level 7. Wat ik net al zei, dit is echt het minimale voor die eindrace. Al is de Bronco dan ja, niet echt de auto die je wil hebben. Rijdt heel fijn, is niet heel snel. Het zou nou heel tof zijn als mensen elkaar even verslaan. Wat denken jullie ervan, boys? Daag elkaar even uit. Schakel elkaar even uit. En dan wil ik gewoon een easy winnetje. Daar ben ik wel voor in. Kan ik zien wat dit is? Level 3. Dat doen we niet. Waarom zit iedereen hier buiten die cirkel trouwens? Er zit 1 iemand in de cirkel. Het doet ook wel bijzonder risicovol om mensen eruit te dagen. Omdat die cirkel nou zo klein is. En die finish kan letterlijk overal... Ah! Level 8, level 8, level 8, level 8, level 8. Oeh. Oeh, GTR, die is voor mij. En die finish kan letterlijk overal om je heen nou zijn. En dat maakt het heel erg gevaarlijk. Daarom moet je eigenlijk naar die rand van die cirkel gaan. Maar we hebben een level 8 auto. Daar teken ik voor. En de eindrace gaat starten. Wauw. Wauw, dat is... Dat is goed. Het is niet de snelste auto, maar een van de fijnere. Er zijn hier 2 plekken waar ik kan gaan staan. Waarschijnlijk... ik kan beter die linker hebben. Want dan gaan we door op de snelweg. Dus we gaan een beetje naar links. Oh, zij staan er al. Ze staan er al. Ze zitten alle 3 daar al. Oh mijn god. Oké. Gaan er misschien nog wat mensen af?
Dat zou mooi zijn. Helaas. Ze reden al zo vroeg aan. De kans was dat ze af zouden gaan in de storm. Dat scheelde weinig, jongen. Maar ze reden al veel eerder aan. Ik denk niet dat we hier kans gaan maken. Ik weet niet eens wat we hebben. Volgens mij zat er één bij. Dat was zo'n level 10 race buggy. Die super snel is. Die andere twee kon ik niet eens zien. Het zou mooi zijn als we elkaar nou een beetje gaan lopen duwen. Maar dit ziet er niet goed uit. Dit is fout, de boys. Ik had eigenlijk iets sneller op die snelweg moeten zijn. Dan had ik misschien met ze mee kunnen rijden. Dan was dit dan misschien alsnog niet snel genoeg geweest. Zoals hij hier met zijn level 6. Ik ga naar rechts. Ik weet niet waar we precies heen moeten, maar... We moeten wat risico's gaan nemen. Oh, ik crash op het festival. Oké. Okay. Oh, ik ben er tegen. daar zat niks anders in. Ik had graag gezien wat die andere auto's waren. Maar ik had ze nooit bij kunnen houden. Want we zagen ze in de vette rijden. Op een gegeven moment zagen we ze niet meer. Want ze waren gewoon duidelijk sneller. Dus ik gok dat het bij de level 10... Misschien bij een Lamborghini of die... Uit de andere ding, die Mercedes. Die Project One of zo. Waarschijnlijk waren dat dat. Ja, weet je wat we gaan doen? We gaan ermee stoppen. Het was een intense match. Het was een nice matchje. Als jullie weer wat meer van dit willen zien, laat achter in de comments. Drop een like hier. We gaan snel van de wheelspin openen. En dan stoppen we ermee. Maar een derde plaats na... Nou, waarschijnlijk ruim een maand dit niet gespeeld te hebben is... Nice en... Good. Twee gele prijzen boven elkaar. En ik krijg ze geen van beide. Dat is jammer. Maar ja, vond je het leuk? Drop een like hier. Abonneer of meer. Klik op de bel. En hopelijk tot snel. Houdoe.